17 augustus 2013 mensen en vandaag hebben we een hele bijzondere weekendgast. Want normaal zijn dat hele bekende Nederlanders, maar deze jongen die is pas een week of 12 bekende Nederlanders. En dan heb ik het natuurlijk over Rutger van den Broek. Dat is de winnaar van Heel Holland Bakt. Een hele leuke jongen en de redactie is daar ontzettend druk mee. En de finalist van Heel Holland Bakt, Rutger van den Broek, weekendgast vandaag op deze 10 augustus bij Keur in de Middag. Veel plezier. Hij is binnen mensen, jazeker. Hij zit er geloof ik hoor. Zaterdagmiddag, dit is Keur in de Middag. Tijd voor de weekendgast. De finalist van Heel Holland Bakt, Rutger van den Broek, is onze weekendgast deze week. De 26-jarige Rutger uit Hilversum is in het dagelijks leven verpleegkundige, maar bakt macaroons, hartige taarten, merengues. Hij draait zijn hand er niet voor om. Ooit hoopt hij zijn eigen patisseriezaak te openen. Dames en heren, uw aandacht en ovationele applaus voor Rutger van den Broek. Zo. Goedemiddag zeg. Ja, daar ben je dan. Ja, hartstikke leuk. Ja, mijn openingsvraag is altijd, krijg je thuis ook zoveel applaus? Nou, niet zoveel. Er staat altijd één iemand heel hard te klappen, maar dat... dat is Erik. Ja, dat klopt. Ja, wij hebben natuurlijk al altijd een hele grote namen gehad hier. Van Sybrand van Haasma Buma tot Rob de Nijs. En dan noemen ze allemaal hele grote bekende mensen. Maar jij bent pas een maand of 3 bekend. Ja, pas heel kort eigenlijk. Het is ook heel bizar hoe bekend ik opeens ben. Dat had ik van tevoren echt niet bedacht. Je wordt gewoon herkend op straat. Heel veel herkend op straat, ja. Hoe ervaar je dat? Ik vind het heel leuk, maar ook wel heel gek dat mensen naar je omkijken, opeens met je op de foto willen. Dan loop je door Amsterdam en dan moet je 3 keer onderweg stoppen om op de foto te gaan. Ja, ja. Het is heel gek, maar ja. Ook wel heel leuk. Ja, en je bent heel druk geweest, want heel veel programma's willen je graag hebben. Klopt, ja. En uiteindelijk heb je gekozen voor Keur in de Middag. Dat zal later blijken hoe verstandige keuze dat is geweest. We openen altijd, wie onze gast ook altijd is, verliefd, verloofd, getrouwd. Nou, dat laatste slaan we even over, maar je bent verliefd. Ja, ik ben verliefd en heel verliefd op Erik. En op Erik. Ja, en die zien wij nu in beeld verschijnen, als het allemaal goed is tenminste. Dag Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, fijn dat je er ook bent. Ja. Ik zie aan je figuur dat jullie nog niet zo heel lang samen zijn. Want ik kan me voorstellen, als je een vriend hebt die de hele dag maar taartjes loopt te bakken en macaroons en noem het maar op, dat het gaat ten koste van je figuur, of niet? Nou ja, ik sport ook wel veel. Ja, het moet wel, hè? Ja, ook een beetje in vorm blijven natuurlijk. Ja. En ja, het is allemaal heel erg lekker. Waar hebben jullie elkaar leren kennen? We hebben elkaar leren kennen in Amsterdam, daar zijn we elkaar tegengekomen. Waar? In een cafeetje. Ja. Ik weet geen eens hoe dat heet. Nee. Ja, we dachten, het is leuk, we zien elkaar. En, Ja, normaal gesproken is de partner van de BN'er er niet bij. Mm-hmm. En dan vragen we ook altijd, wat is zijn of haar leukste kant? En dat is makkelijker praten als hij er niet bij zit. Maar ik ga jou de vraag nu ook stellen. Wat is zijn leukste kant? Hij is vooral onwijs vrolijk en gewoon heel motiverend. En ook af en toe als ik tijdens het programma er doorheen zat, dan was Erik er weer om ons avonds er doorheen te helpen, zeg maar. Oh ja? Als ik een dipdag had gehad of zo, of het ging helemaal mis een dag, dan kreeg ik s'avonds weer een pep talk van Erik en dan was ik de volgende dag weer helemaal goed. Ja. En uiteindelijk is het doel natuurlijk ook om gewoon je eigen prachtige banketzaak te hebben dan toch? Het zou ooit wel leuk zijn, alleen besef ik me wel heel goed dat het dan gewoon heel hard productie draaien wordt. En dat ik het nu als hobby doe en heel leuk lekker in de vrije tijd in de keuken. Ja. En dan wordt het gewoon echt productie draaien. Dan kan ik niet 2 taartjes op een middag maken. Nee. Dan heb je ook helemaal geen tijd voor Erik meer. Dat zou helemaal jammer zijn. Ja. Je moet ook een beetje tijd voor je vriend houden. Dat spreekt natuurlijk voor zich. Goed, hoe ziet jouw aankomende week er nu uit? Nou, ik ga er vanuit je bij de radio. Ben je nu al die interviews wel een beetje klaar mee? Mm-hmm. Ja, ik moet je zeggen, ik werk gewoon 5 dagen per week in het ziekenhuis. Als verpleger? Ja, dus iedereen die geopereerd wordt, die komt of van tevoren bij mij op de holding of op de uitslaapkamer bij mij. Ja, ja. Of als ze te veel van jouw taart gegeten hebben, kunnen ze gelijk door naar de operatiekamer. Nou, dat valt mee hoor. Valt mee? Nee. Ja. Zullen ze niet snel last van hebben? Nee, want ze herkennen je nu natuurlijk ogenblikkelijk. Nu mensen daar de ogen op slaan en ze zien jou, denken ze: hé. Ja, ik word wel heel vaak herkend inderdaad. Ja. En laatst kwam er nog een vrouw binnenrijden die net aan het wakker worden was. En die riep al tijdens het rijden: hé, dat is onze bakker. Dus dat is wel heel grappig. Ja, eerst wat ze nu zeggen is: lekker. Heel Holland Bakt, de finalist. Alleen bij ons op zaterdag. Maar je vertelde, je gaat ook naar. Naar Carlo en Irene, mijn goede vrienden. Ja, naar Live for You over 2 weken. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Ja, die gaan jou natuurlijk voor hun karretje spannen. Want ze willen natuurlijk dat jij een taartje gaat bakken. Daar is ongetwijfeld. Maar ik vind het ook wel leuk om taartjes te bakken. Heel veel plezier. Dankjewel. Nogmaals, veel plezier ook met Live for You. Ja, was gezellig. Ja, vond ik ook. Hoi, jongens. Doeg.